Goedenavond, dames en heren. Vanuit een warm en gezellig sportpark van DVH in Amstelveen. Als ik het allemaal goed onthouden heb, waar mij Tom mij naartoe gestuurd. Jouw korte termijngeheugen is fantastisch, Hans. Ja, nou, het heeft wat te lijden, hoor. Goed, wij gaan een wedstrijd zien tussen een herenteam, die trouwens aangevuld is door twee internationals van ons nationale team, Ben Dabeers en Maxime van Dalen. We gaan daar kijken, dus zijn echte oefenpotten voor onze dames natuurlijk, dat mag duidelijk zijn. Heren tegenover dames en nou, dat vinden wij bijzonder interessant, vandaar dat we hier ook aanwezig zijn. Arjan Mens en Gert-Jan van der Hoeven heb ik gezien als umpires en wij gaan eventjes de line-ups doornemen. Oké. Okay. We beginnen met het Nederlands team dat ook als eerste aan slag zal komen. We beginnen met Wies Lichtvoet, die speelt op positie 7. Op positie 8 staat Annemiek Jansen. Als aangewezen slagvrouw hebben we Jessie van Aals als derde aan slag. Als vierde aan slag de eerste honkvrouw Marielle Vleugels. Als vijfde aan slag op positie 9 Cindy van der Zanden. Als zesde aan slag Dinette Oosting, die staat op het derde honk, positie 5 dus. Positie 2 wordt ingenomen door Laura Wissink. Als zevende aanslag, als achtste aanslag op positie 4 Lizzie Klarijs. En als negende aanslag Suka van Gurp. En die staat op short op positie 6. De pitcher is Marjolein Merks, die zich hier op dit moment vlak voor ons in het zweet staat te werpen. Om op niveau te zijn als ze straks mag gooien. Wissels bij het Nederlands team zijn Lisa Hop, zijn Lindsay Meadows en Rebecca Sumeru. En bij de heren vinden we dus als eerste aanslag de dame Brenda Beers, die staat op positie 8. Dan krijgen we Gerard Krom, die staat op positie 9. Als derde aanslag Tom Poelman, dat is de catcher. Als vierde aanslag Maxime van Dalen, die staat op het eerste honk. Als vijfde aanslag Thomas Maas, die staat op short. Als zesde aanslag Niek van Rietschoten, die staat op het derde honk. Dan hebben we als zevende aanslag op positie 7 Sjoerd Hogevorst. Als achtste aanslag Robin Veger, en dat is de man die op positie 4 staat, tweede honk. En de pitcher voor DVH is Guido Silbert. Wissels zijn hier Franklin van Willigenburg, Sander Eemstra en Bart Krom. En de play-by-play wordt verzorgd door Michelle Schuur. Vind ze vast wel leuk, al die aandacht. Nou, Michelle, kom wel naar me toe gerend. Vertel het eens, Michelle. Errors, en dat moet ik ook allemaal. Nee hoor. Okay, dan. Nee joh, hey, rustig. Nou, dat is allemaal geregeld. Jij gaat nog even iets vertellen over onze technische aankoop, Hans. Ja, ik... Want je lacht de hele dag al. Ik lach de hele dag al. Ik heb drie aardige camera's erbij. Oh, voordat ik het vergeet... Van onze positie uit even van harte gefeliciteerd naar Erika, ja. Die een grote party heeft georganiseerd in Ridderkerk, heb ik begrepen. Ik begrijp dat ze helemaal alleen is, dus... Nou, Erika, ook van mij nog een keer gefeliciteerd, maar dat had ik natuurlijk ook gedaan. Nou, de nieuwe camera's, zeg maar het verjaardagscadeautje van mevrouw, vinden we hier een camera 1. En deze is nieuw. Ah, fijn, ik denk dat u het wel kan zien hoe ongelooflijk helder en scherp dat dit is. We hebben een camera in het linksveld, dat is ook een nieuwe. En deze in het centerfield. We doen vandaag met 10 camera's. We gaan er gewoon voor. Ik heb er zin op. Ja, ik ook, want die vakantie heeft hier lang genoeg geduurd. We hebben gelukkig nog een weekje vakantie kunnen besteden in Saronno aan wat wedstrijden. Ja, huh? Anders... ja, was ook een makkie, was erg ont... ja. Nou goed, wij hopen dat we u een genoegen doen met deze wedstrijd. En we doen onszelf in ieder geval wel een genoegen, want het is prachtig weer. Het veld ligt er goed bij. De lichtmasten zullen straks ontstoken worden. En dat kan nog wel van enige invloed zijn op de camera's wellicht. Ja, maar dan hoor je dan wel van onze technicus. Nou, dat zien we dan vanzelf wel. En ik heb er vertrouwen in dat die nieuwe camera's ook daar beter mee om zullen gaan. Ja, soms is Marktplaats een zegen, kan ik u verzekeren. Ja, zeker.
Voor de derde honk even in beeld brengen, Hans? Ja, dat kan hoor. Dat, ja, de dames op de derde honk, inderdaad, daar hebben we hem. En misschien ook hier vlak voor ons, ja? Nee, dat lukt niet. Nee, dat lukt niet. Okay. Dat is voor het verveld. De lichten gaan aan nu. De gel is geklonken. De lichten gingen aan. Is dat serieus? Gingen de lichten aan? Ja, de lichten gaan aan. Ja, de lichten gingen aan en mijn beeld ging even op zwart. Oké. Okay. Nu weer. Ja, nog meer lichten bij. Ja, serieus? Ja, die lampen gaan één voor één aan. Dus, ja, als de lampen aangaan, dan gaat mijn beeld even op zwart. Ja, voor jou. Nou, het is... We zijn er in ieder geval klaar voor, dat mag duidelijk zijn. En wij zijn er klaar voor. Je mag ook wel binnenkomen hoor, als je dat wil. Goedendag, Hans Vleugels. Hoi. Corbus Oosten. Hoi. Leuk dat jullie er zijn, man. Hè? Goed zo. De voorzitter ook even live in de uitzending. Ja. Nou. Ach, we doen het voor 38 kijkers op dit moment. Maar dat gaan er vast nog wel meer worden. Dat denk ik ook, want sommigen weten dat het wel om 8 uur begint, anderen dachten even dat het wat eerder zou beginnen. Wij zaten ook een beetje in dubio, maar meestal beginnen onze uitzendingen natuurlijk een kwartiertje, half uur eerder. Zeker als we de opstellingen al hebben, dan kunnen we los, hè? Ja. Nou, en ik moet natuurlijk even een reclame maken voor 7 november. Ja, moet dat? Nou ja, ik wil graag die zaal vol hebben natuurlijk. En ik ga er maar een beetje vanuit. Als ik elke week naar het westen kan reizen, dan kunnen ze toch één keer in het jaar wel een keer naar Veendam reizen, toch? Je bent zo in Veendam. Daarom? Het is een wippie. Een poep in een scheet. De wippie. Even mensen, even alle gekheid. Kobus heeft een geweldige mooie afternoon is het, show gemaakt. Ik heb hem al een keer mogen opnemen en ik kan u verzekeren dat het indrukwekkend is. We kennen allemaal Kobus en hij doet het op zijn eigen wijze. Hij maakt er een heel mooi spektakel van. We hebben beelden, we hebben er ook wat commercials van. Ik zal die eens op gaan zoeken. En dan zullen we die de volgende weken, zullen we u daar mee gaan bestoken tijdens de commercials. Oké, okay. Nou goed. U weet in ieder geval dat u als u 7 november nog niks te doen heeft, dat u die kant op kunt gaan. Ik heb al verschillende mensen gehoord uit de softballwereld trouwens, die willen komen. Dat strekt mij tot eer, moet ik zeggen. Oké, nou daar gaan we. Ik zie daar de eerste slagvrouw klaarstaan. En als ik het goed heb, is dat ons Wies. Ja, Wies Lichtvoet staat klaar voor het Nederlandse team op het pitchen dus van Guido Silbert. En hij start met 63 mijl. En staat de mijl aan? Ja, de mijl staat aan 63. Die heb ik net aangezet. Ik ga even nog even een camera sleutelen. Dat kan ik altijd pas doen als de wedstrijd begonnen is. Oké, volgende pitch. Nog een wijdbal. Twee wijdkaal nu. En de volgende pitch is slag. 2-1. Volgende pitch. En die is naast 63 mijl. En het is een batter's count nu voor Wies Lichtvoet. Die klaar staat voor die volgende pitch. Daar is hij. En die slag full count nu. Ja. Nou, ik zou graag van Erika even een kwaliteitsupdate hebben. En geraakt 1 naar 3 is de eerste 0 voor het Nederlands team. Gaan we naar de volgende slagvrouw. Dat is Annemiek Jansen, de centerfielster. Goed, daar staat Annemiek. Annemiek staat klaar. En ook Guido staat klaar. En die gaat nu gooien. Hoppa, en dat is een wijdbal. Volgende pitch. En nog een wijdbal, 2 wijdkaal nu voor Annemiek.
Het zijn mooie wedstrijden natuurlijk om de snelheid die de mannen met zich meebrengen, om die onder controle te krijgen. Dan komt die volgende pitch. En dat is een slag. 2-1. Oh, op de helm van de catcher werd nog wel geraakt, dacht ik. Dus ik denk dat het een foutbal was. Maar wij wachten dat even met spanning af wat onze umpire zegt. In dit geval is het Gert-Jan van der Hoeven. Ik weet het niet wat het was. Ik heb hem wel in de replay, maar... 2-1. Daar komt die pitch. Ik kan niet... Nee, 3-1 geeft hij aan. Eerst die replay. No. Oké. Okay. Uit zijn handschoen hoor. Hup, en 4-3 is de tweede 0 voor het Nederlands team. Annemiek Jansen gaat dus ook uit. En gaan we naar de derde slagvrouw voor het Nederlands team. Jessie van Aalst. Zij is de aangewezen slagvrouw. Goed, hier is iemand Aalst. En dan komt die pitch. Woe, big swing. En een eerste slag dus. 2-0. Top 1. Oh, die is veel te hoog. Had wel een snelheid van 68 mijl. Dus de snelheid was er wel, alleen de plaatsing nog niet helemaal. 1-1. En een strike. 1-2. Oké, 1-2. Ja, het gaat helemaal goed met onze dame. Ja, fantastisch. Hop, en die is 6-0. Oeps. Uit. Goed, 6-3 is de derde 0. En we kunnen dus zeggen dat de drie dames die op waren ook weer op dezelfde manier afgingen. Zouden we kunnen zeggen 3 op, 3 af. Wel geraakt, maar op het poppetje iedere keer. En dan is er geen lopen tegenaan natuurlijk. Goed, we gaan kijken naar de slag mevrouwen, meneeren van DVH. We beginnen met Brenda Beers, dan krijgen we Gerard Krom en dan Tom Poelman. En in ieder geval aan slag. Goed. Ik probeer een beetje in mijn, zeg maar in mijn flow te komen. Zit je de hele dag al in? Ja, nee, het gaat nog niet helemaal. Oh. Ik ben nog even zoekende naar of dat ik alles op de juiste volgorde heb staan. Oké. Okay. Nou goed, wij gaan kijken. Hier zien we op het derde honk coachen Toen van Koeverde. Derde honk. Nee, ik kan hem hier vandaan net niet zien. Even kijken. Nee, het gaat me niet lukken. Eigenlijk een coach die niet in de weg staat. Ja, en nou wil jij hem in beeld hebben. Ja, nou ja, oké. Okay. Ik noem hem alleen maar even. Oké. Okay. Goed, Marjolein Merch is de pitcher voor het Nederlands team. Laura Wissink zal de boel catchen. Marielle Vleugel staat op het derde. Nee, staat op het eerste honk, op positie 3. En dan hebben we Suka op short. We hebben Lizzie op 2, op 4, tweede honk. We hebben Dinette op derde honk, op 5 dus. En dan in het verre veld hebben we Wies, Annemiek en Cindy van der Zanden. Oké, okay, we wachten even op die aangooi op dat tweede honk. Ik denk dat ik hem met... zo in beeld kan brengen voor u. Nou, dat is allemaal geregeld. Had even moeten plakken in die handschoen natuurlijk, maar goed. Dat is, we zijn aan het oefenen. Goed, okay. Dus Brenda Beer staat klaar. Oké, okay. Au, mijn rug. Oh jee. Ja, ik heb het al vaker gezegd vandaag, Hans. Je moet niet meer van die moeilijke dingen doen.
Maar ja. Oeh. Ja. Dat overmaand voor ons staat alles nog scheef ook. Maar goed. Wij gaan kijken naar Brenda Beers in ieder geval. Goed zo. Ik loop weer. Man. Daar komt die pits van Marjolein. En dat is een strike. En de volgende pitch richting Brenda Beers. En daar is hij, die gaat hoog en die moet... Oh, dat valt ertussen. Nee hoor, die is voor Wiese lichtvoet. Waarom heet hij lichtvoet? Omdat ze lichte voetjes heeft. En dus op een snelle manier bij die bal kan komen. En dat is de eerste 0 van 7. Goed, we gaan naar Gerard Krom. Volgende slagman, pakt nummer 45, positie 9. De Rexvelder. Daar komt die pitch. Oh, hij zou een stootslag willen doen, maar dat gaat niet door. Eén slag. Hij is de scheidsrechter gebleven. Oh, die was heel zo ver naar achteren. Ik denk, ik ben die man in blauw kwijt. Maar nee, hoor, ja, hij is er helemaal. Hoor. Gaat hij weer. Goed, volgende pitch. Wow, een mooie rise daar van Marjolein Merks. Dat is de tweede strike voor Gerard Krom. En omdat hij zo mooi was, laat ik hem nog even in de slow motion zien. En nu is hij uit. Drie slag voor Gerard Krom. En gaan we naar de derde slagman van DVA. En dat is Tom Poelman. Pak nummer 49. Goed, pak nummer 49. Even kijken of ik die in beeld kan krijgen. Nou, daar is die hoor. Prachtig ook die letters, hè? Ja, het is ongelooflijk. Dit is een wijdbal. Goed zo. Nou, even kijken. Daar komt de volgende pitch. En een strike. En dat zijn er 1 om 1. Twee nullen. Bottom one. En Tom Poelman slaat hem over. Die gaat naar de derde honkvrouw. En die vangt hem makkelijk. Vang 5. En dat is de derde 0. 3 op, 3 af. Ook voor het herenteam. Je zou zeggen, ze zijn aan elkaar gewaagd, Hans. Je zou het denken. En ik heb hier nog even die vangbal. Die doen we nog even in slow motion. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Nou daar is hij weer. Nee, daar, ook in de herhaling wordt hij gewoon gevangen. Wat doen wij? Commercial breakje? Doe maar hoor.
daar zijn we weer. Kobus. Goed, we krijgen aanslag nu dus voor de Nederlandse dames. Marielle Vleugels als eerste, dan Cindy van der Zanden en dan Dinette Oosting, die in ieder geval aanslag zullen komen. De pitcher is nog steeds Guido Silbert. Die ons vanmiddag fantastisch geholpen heeft bij al het kabelwerk. Ja. Echt top. Ja, dat is fantastisch. Als alle verenigingen dat zo voor elkaar zouden hebben, dan zou het een stukje lichter worden. Maar goed. Ja. Het begint met een strike. Maar dan zijn wij ook heel gauw problemen met onze diëtisten hebben. Wellicht. En er zijn zat verenigingen die volgens mij een heel kort lijntje met wat diëtisten van ons hebben. Hoppa, big swing. Twee slag kaal nu voor Marielle. Ja, je lacht maar. Ja, ik vond het ook wel leuk eigenlijk. Ja. Oh, weet je wel over zo'n diëtiste kost? Subtiel is die niet, maar... Oké, dat zijn om twee nu. Daar hoefde Marielle niet over na te denken of ze daar achteraan ging. En Guido gaat de volgende pitch voorbereiden. Maar goed, Guido en Marielle die kennen elkaar, denk ik. Whoops! En die komt hier langs de derde honk, maar aan de verkeerde kant. En dan is het gewoon fout. En hebben we diezelfde count van 1 om 2. Oh, dan moet even een andere bal het veld in. Dit was wel zo'n waardeloos kring. Dus wisselen die dingen. Nou, hij heeft een goeie nu. Nu heeft hij een goede bal. En nu gaat hij een goede pitch afleveren, denk ik. Marielle zal gewaarschuwd zijn. Daar komt die pitch. Dat is een bal. 22 de count. Volgens mij gooit hij ook regelmatig op training, hè? Die Gilbert, of niet? Ik heb er al zoiets gehoord, ja. Dus ze kennen hem. Ze kennen hem. Pams! En dat is een makkelijke pak daar voor Maxime van Dalen. Actie 3 en assistant, en dat is de eerste 0. Goed, Marielle kan terug naar de dugout. Even kijken, pak 25 komen. Cindy. Cindy. Ja, van dat dacht ik al te zien. Cindy van der Zanden. Daar staat Cindy. Nou, maar licht is ook niks mis mee, toch? Zie ik dat verkeerd? Dus nou, wel. Ik heb beter licht dan in Italië, hoor. Ik bedoel maar. Maar goed, we moeten wachten tot het wat donkerder wordt. Ja. En nog een wijdbal, twee wijd kaal voor Cindy. Want in Italië waren het enorme lichtbakken die er al hingen, maar er zaten volgens mij kaarsjes in. Ja, het is maar net wat erin zit, hè. Ja. Ja. Dan zal ik niet dat verhaal van het kaarsje op die brommer gaan vertellen, maar die was wel leuk. Hoppa, farbol. Eén om twee, nu. Nee, twee om één. Dat staat op het bord staat het verkeerd. Goed zo, Michel, hoor. Hoi. 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 Snoppie. En tak, en nou is het wel 22. Hoi, dat is beter dan het bord. Ja, ja. Dat hebben we even goed aangeboord. Ja, zo is het. Goed, volgende pitch. Daar komt hij. Die is te hoog. Full count nu. Ja, de umpire geeft het ook nog even duidelijk aan. En er staat ook gewoon keurig full count bij ons. Tuurlijk. Farbal. Ja, daar ben je niet zomaar vanaf van die wandelin. Van de Zanden. Ja, dat is niet de eerste keer dat ik dit doe trouwens. Nee, is dat zo? Ja, dat. Okay. Ik ken ook een Cindy met een andere achternaam. Ja, dan krijg je dat. Hoppa, dat moet een vangbal worden. Voor wie wordt het gevangen? Dat is een vang 5. En dat is Nick van Rietschoten die daar naar binnen schoot. En deze bal uit de driet pikte. Goed. 2 op 2 af. Dinette Oosting is de volgende slagvrouw. Nou, die zal er wel zin in hebben, dus ram weg dat ding. Dinette, kom op.
Je vader is niet helemaal van niks uit Veendam deze kant op gekomen. Dat is een wijdbal, denk ik. Ja. Next pitch. Daar gaat ze wel achteraan en dat is een 1 om 1 kant. Ja, dan werd ze even bij de neus genomen. Bij het neusje, hè? Ja, oké. Okay. Ah, nu is hij wel weg. En wordt hij gevangen. Oh ja hoor, die wordt gevangen daar. Vang 9 is de derde 0. En ook hier 3 op, 3 af. Nou, dat gaat lekker zo. Wij gaan naar de slagmannen van DVA. En dan beginnen we met een vrouw. Maxime van Dalen. En dan gaan we naar Thomas Maas. En dan krijgen we Nick van Rietschoten. Dat zijn de spelers van DVA die in ieder geval aan de slag komen. Goed. Goed, ik heb die vangbal ook nog even in beeld gebracht. Dat hebben we ook weer gedaan. Nou, wat doen we nu? Jo, het begint weer op routine te lijken. Ja, we gaan even reclame maken natuurlijk. Zullen we eens reclame maken voor Baseball 5? Die hele mooie, opstart. Wat jij wilt, Hans. Ja, goed. Dankjewel. Deze slagvolgorde moeten de teams gedurende de volledige wedstrijd aanhouden. Tenzij een reservespeler een van de basisspelers vervangt. De thuisspelende ploeg start in het veld en de bezoekers beginnen aan slag. Het doel van het verdedigende team is om 3 spelers van het aanvallende team uit te maken. Wanneer er 3 spelers uit zijn, wordt er gewisseld. Het verdedigende team wordt het aanvallende team en vice versa. Straks kijken we naar de verschillende manieren waarop je iemand uit kunt maken. Maar laten we eerst maar eens kijken naar de meest gebruikelijke defensieve opstelling. De 5 spelers moeten allemaal in goed gebied staan wanneer de slagman de bal in het spel brengt. Hier zie je een voorbeeld van een defensieve opstelling met een veldspeler bij het eerste honk, het tweede honk, korte stop, het derde honk en een misvelder. Maar bedenk wel dat de verdedigende ploeg hun positie mag veranderen voor elke nieuwe actie op basis van wat de betreffende situatie vraagt. Het doel van... Oké, daar zijn we weer. Bal op het tweede honk en ja, daar staat iedereen. Ja, daar begint dus Maxime van Dalen. Lefty. En wat voor een? Allemachtig, wat komt er een beeld uit die camera's. Ja, dat gaat hij vanavond nog een paar keer van mij horen. Sorry, kan ik ook niks aan doen. Nee, fuck idioot. Mag gerust. Fuck wist ik niet. Idioot wel. Ja, lekker hoor. Huh? Nou, ja, ik ga eens even kijken bij Lindsay. Waar is Lindsay? Lindsay zit verstopt achter die net. Die is met een slag begonnen, zo te zien. Ja. Ja. En nog een slag en die gaat ver weg en die gaat buiten de lijn en dat is een tweede slag. Fout was het dus en staat Maxime op 2 slag kaal. Goed en Lindsay, goed, nu heb ik een mooie close-up van Lindsay en van Marielle naast elkaar. Fantastisch. Scheelt ook bijna niks in lengte. Fantastisch. Nou goed, daar gaan we. Snij je die beelden tegenwoordig uit, Hans, wat is dit? Ja, nou ja, nee, ja, ja. Goed, volgende pitch op Maxime die op 2 slag kaal staat. Daar komt die pitch. Pops, en weg is hij. En dit was er een hoor. En dat is de eerste honkslag hier van deze wedstrijd. Maxime van Dalen komt daar op het eerste honk. Mooi gedaan, Maxime. En daar heb je de aanlinkobus. Daar komt hij. Hup, tak. En lekker erdoor. Ja hoor, mooi gedaan, Maxime van Dalen. Ik ga even kijken of ik hem nog beter heb hier. We gaan naar de volgende slagmanners, ja. Thomas Maas. We zijn met een strike. Nou, bij mij begint hij even helemaal nergens meer mee, want het belt staat stil. Oké. Dus we moeten doorpraten, begrijp ik. Ja, ik ga hier even wat aan doen, want dit is... Daar komt de volgende pitch van Lindsay en nu legt hij hem... Oh, hij raakt hem buiten de box, is uit dus. Ja, ja, dat is pech voor Thomas Maas, die daar die bal lekker neerlegde, maar die bal stuit van de grond op tegen zijn lichaam aan. En dat, ja, dat is nu eenmaal slechts één verhaal op en dat is de eerste nul. Thomas Maas is uit. Goed,
Volgende slagvrouw is Nick van Rietschoten. Ja, dat is pure pech hoor. En ik ben mijn eerste homecamera kwijt. Woeps, big swing van Nick. Het is wel eens om na de vakantie. Ja, we hebben wel deze camera voetie. Hey. Oké, één slag. En dat is de tweede slag, daar kan Marielle net niet bij. Want die kwam aardig dicht bij haar in de buurt van het eerste honk. En we hebben dus twee slag kaal nu voor Nick van Rietschoten. Volgende pitch van Lindsay Meadows, Oosterveld. Oeh, die is hoog. En dan gaat Maxime naar het tweede honk met gemak. Ja, dat is een meevallertje. Een wilde worp, denk ik. En dan hebben we twee wijd en één slag. Goed. We hebben weer beeld op alle camera's. Nee, we hebben... 1-0 heb ik. 1 wijd en 2 slag, toch? Ja, ja. Dat klopt. Ik klopt precies wat Michelle daar heeft. Doet Michelle goed? Ja, ja. Toen je erom durft te twijfelen. Dat bord zit ik naar te kijken, maar dat kan ik beter niet doen. Ja, dan heb je altijd zo'n haat-liefde-verhouding. Ja, zeg maar rustig een haatverhouding. Ja. Komt-ie. Oh, hij raakt hem nog wel. En daar heeft hij geluk mee. Want hij was echt bij de neus genomen. Nou goed, Maxime staat op de tweede honk met die 1-0 en we hebben een count van 1 om 2 nog steeds. Ik weet niet wat je de bank van, van DVA hoort, ze stonden te lachen jongen, dat is echt niet te geloven. Oh, ja? Ja, ze hielpen hem even. Whoops, big swing en dat is een strike-out. Strike-out, nou eens even kijken of ik die, two down. Die strike-out even in de herhaling heb voor u. Vast en zeker wel. Heel mooi, hè? Is hier in de herhaling. Het is fantastisch, moet ik zeggen, hoor. Ik doe hem ook nog even de andere kant op. Nou, nog één keertje dan. Dan schei ik uit mijn plagen. Inmiddels is daar één slag voor de volgende slag, man. En dat is Sjoerd Hogevorst. Ik was Nick even een beetje aan het plagen. Nou. Ik had geen rekening mee houden tot de mannen zo groot zouden zijn, want dat past in. Hopsa, die is ook weg. En daar, Maxime komt daarop thuis, hoor. Dat is een beste tik. En dat is een prima tik. Een twee honkslag daar voor Sjoerd Hogevorst. Die daarmee het eerste punt binnen slaat. Oké. Okay. Nou, hij zat helemaal in de uiterste hoek, want ik kan hem zelfs niet eens op beeld. Pak 55, Robin Veger. Ja, hij zit helemaal in een rechtse hoek. Ja. Laat hij zijn naam maar eer aan doen. Het is een Veger. Leeg die honk. Leeg Veger die honken. Dit was een slag. En dan zijn er inmiddels twee dus. Is dat zo? Ja, dat is zo. En strikeouts. En dat is het einde van de slagbeurt van Robin Veger. En wij zien dus dat na twee volledige inningen het team van DVA voorstaat met 1-0. En wij gaan zometeen naar de slagvrouwen van het Nederlands team, Laura Wissink als eerste, Lizzie Klarijs als tweede en Suka van Gorp in ieder geval als derde slagvrouw. Oké, okay, nou, we kunnen even gewoon doorpraten, denk ik. Laten we dat maar even doen. Ja, het is een mooie manier om je niveau omhoog te krijgen, denk ik, tegen heren waarvan we toch een beetje uitgaan dat die lichamelijk wat sterker zijn, dus wat harder die ballen aangooien en al dat soort zaken meer. Alleen zien we bij die pitching van de dames dat die aardig in de richting van de snelheid van de heren komen. Is niet? Dat ontloopt elkaar niet meer, niet zo erg veel. Als ik zo op onze speedrun kijk, dat maakt niet zoveel uit. En het is natuurlijk ook leuk om te zien hoeveel beweging dat die dames aan de bal hebben. Want hij ging er toch lelijk achteraan, Nick. Ja. Ja. Ja, er was lol in die dugout, heb ik begrepen. Ja, ja, ze konden daar wel om lachen met z'n allen.
Nou, dat tweede honkman staat al te wachten. Even kijken wanneer dat die bal er is. Ja. Ik zie dat DVA één runnetje op het bord hebben gekregen. Ja. En daar is die bal op de short en die gaat door naar de man van het tweede honk. En dus hebben we nu die bal in de cirkel. En gaat Guido gaat verder met zijn pitcherwerk voor DVA. En is Laura Wissink de eerste slagvrouw in deze serie van drie. In ieder geval. Ja. En ik zie aan de beeldkwaliteit dat het nu toch wel wat donkerder begint te worden. Komt een korreltje op het beeld, maar... Het gaat nog uitstekend wat mij betreft. Het springt er voor mij nog steeds uit. Maar goed, dan komt die pitch. Pang, oud, zegt Laura. Die kreeg hem tegen de voet en ik weet zeker dat het zeer doet. Maar zij bijt er eventjes doorheen. Nou, vooruit. Ik heb voor deze sport gekozen. Je krijgt af en toe een tik. En dan moet je maar goed, ze lacht alweer. We beginnen met één slag dus. Komt de volgende pitch. Daar staat Guido klaar. Hop, en die is weg. En die gaat ver weg, maar die wordt gevangen. En dat is dan een vang 8. En is de eerste 0. Goed, eerste 0 in feit. Ik zie pak nummer 12 klaarstaan, Kobus. En pak nummer 12, dat is Lizzie Klaarijs. Goed, Lizzie Klaarijs staat klaar. Die moet 22 hebben eigenlijk, maar goed. Laat nou, dan tellen we er gewoon even 10 mee op, joh. Ja, of we zeggen gewoon 12 en hebben er 10 afgedrokken. Pang! Nee, wijdbal. 59 mijl. Goed, volgende pitch van Guido. En die is wat harder. 63, maar die is wijd. Twee wijd kaal. Oeh, daar gaat ze achter een bal aan die toch echt wijd was, dacht ik zo. Dus we hebben 2 om 1 nu. Ik hoop niet dat mijn router zo gaat springen. Als dat zo is, zijn we even een 30 seconden uit de lucht. En nog een wijd bal. Batters count. Even duidelijk aangegeven door Gert-Jan van der Hoeven. Dan weten we in ieder geval hoe het zit. En nu is het een full count. En dan geeft hij ook nog even weer aan. Goed, daar komt die pitch van Guido. En nu wordt hij wel geraakt, maar dat moet een vangbal zijn. Of valt hij ertussen? Oh, laat hem los! Hij laat hem los. Hij laat hem los. Dat is in mijn ogen een error, maar... Ja, ik weet niet hoe dat berekend wordt hier. Scoorders hebben ze niet, zeggen ze. Dus het is in ieder geval een omslag voor Cindy van der Zanden. En even kijken. Nee, voor Lisje Klaarijs. Hier heb je die actie. Ja. En daar heeft hij hem in de handschoen. En daar laat hij hem los. En daar is het gebeurd met Kaatje. Goed, volgende slagvrouw. Suka van Gurp. Nou, Suka die heeft er ook wel zin in om die dingen weg te rammen. Maar hoge ballen heeft hier weinig zin, denk ik, met het verre veld dat hier staat. We beginnen met een wijd. En komt die volgende pitch. Die is te hoog. Twee wijd kaal is nu. Loper op het eerste honk. In de persoon van Lizzie Klaarijs. En deze wordt goed geraakt. Ja, prima gedaan. Gaat ze door? Oh, er moet rennen, Lizzie. Ja, goed gedaan. En prima ingegrepen daar van Suka om direct naar de tweede honk te gaan. Lekker gedaan, Lizzie. 7 op het derde honk. Daar staan nu twee dames te wachten op het tweede en het derde honk. We hebben 1-0. En Wies Lichtvoet, en dan zitten we aan de kop van de slaglijst, is de volgende slagvrouw. Goed. En ik pak de verkeerde camera. Ach, dat hoort erbij. Ja, we krijgen met die 10 camera's. Ja, die is direct ook de weg kwijtraak. Ja, ja. Ja, die roep je ook niet. Door de bomen het bos niet meer. Nee. Goed, daar komt die pitch. En die vliegt daar helemaal over. Die gaat daar. Oh,
Nou, dat wordt 7 gegeven, dus ja, dan heb je weinig meer te vertellen als speler. Soms zit het mee en soms zit het tegen. En ik denk dat Thomas het er niet helemaal mee eens is, zoals ik zo naar de lichaamstaal kijk. Maar goed, ja, hij gaat daar niet over. En Jesse van Hals blijft aanslag. Weer een big swing. En dat is een strikeout en dus is alle paniek ook voor niks geweest. Goed, we hebben een 2-1 voorsprong voor het Nederlands team nu op dit moment. En we gaan naar de bottom van de derde. Even kijken, dit was 3. En dan ben ik bij de pitcher van DVA, Guido Silbert. Die is aan slag en dan krijgen we de kop van de slaglijst, Brenda Beers en Gerard Krom. Tot zover. Goed, ik laat hem even doorlopen. Sorry mensen dat we weer uit de lucht zijn geweest, maar het gebeurt me gewoon. Ja, soms zit het mee en soms zit het tegen, Hans. We doen er alles aan om dit te voorkomen, maar we hebben daar geen invloed op, denk ik dan zomaar, hè? Nou, soms wel. Vinkjes dus, of zo. Ja, daar bang voor wel. Oké. Nou goed, inmiddels is het dus 2-1 voor de Nederlandse dames. Nederlandse dames team. Team Kingdom of the Netherlands, moet ik eigenlijk zeggen, als ik het goed wil doen. En het is nu aan DVA om te kijken of ze in bottom 3, of ze dan gelijk kunnen maken. De gelijkmakende derde inning dus. Goed, en daar staat met pak nummer 11 de pitcher Guido Silbert. Silberto. Het is een beetje Spaans geloof ik, Argentijns is het geloof ik. Hè? Nou, hij is er klaar voor. Lindsay Meadows pitcht verder. En daar komt de eerste pitch. En die is wijd. De pitch van Lindsay. Oh, stoot ik precies naar de pitcher en direct op het eerste honk en die is uit. Goed, eerste 0, 1 naar 3. Marielle moest nog even nastampen geloof ik op dat honk. Ja, dat was krap, maar ik kan met die camera van het eerste honk ook niet zoveel, want die staat zo ver naar achter dat ik hem niet heb. Okay. Ja, soms moet dat gewoon omdat we geen plaats hebben waar we hem neer kunnen zetten. Ja, maar dat is wel jammer. Dan moeten we de volgende keer even, als we hier zijn, even anders doen. Nou ja, goed, dan nemen we maar een balkje mee of zo. Ja. Goed, Brenda B is klaar voor haar slagbeurt. Kop van de slaglijst. Ik krijg het ineens ongelooflijk warm. Klopt dat of ligt dat? Nou, dat ligt aan jou hoor. Op vliegertje. Ja, zeg. Hoppa, die is weg hoor. Een hele beste teken en die wordt gepakt daar door Wieslichtvoort. En die zorgt ervoor dat ze niet op het tweede honk komt. Dat is goed spel daar van Wieslichtvoort. Gespeeld naar Lizzie Klaarijs op het tweede honk. Prima safe daar om hem tegen te houden. En wel een loopster op één dus. Maar na die prachtige tik van Brenda Beers gaan wij naar de volgende slagman. Dat is Gerard Krom. Mooie take van Brenda. Ja. En een mooie save van Wies. Goed veldspel. En dan wat. Ja, dat is een makkie. Oh, dan kan je balen, jongens. Die bal van die knuppel omhoog gaat. Die wil een bund neerleggen. En dan gaat hij omhoog. En zo in de handschoen van de catcher. Die daar grijnzend die bal in haar handschoen pakt. Ja, dan baal je als een stekker. Tenminste, ik denk dat een stekker niet kan balen, maar goed, dat schijnt de uitdrukking te zijn. Goed, de spot nummer 3 met pak 49 is Tom Poelman. 2-0. Bottom 3. Loper op het eerste honk. Oké.
Komt die volgende pits van Lindsay. Hij is veel te hoog. Oeh, bijna zijn baatje kwijt. Sorry. Tweede wijd nu. En dat is een actie, eerste home can assistant. En dat is de derde 0. Goed gedaan. En Marielle Vleugels daar op dat eerste honk. En stoppen we hier dus met de slagvrouwenmannen van DVH. En dat gaat precies gelijk op, want ook bij de dames van het Nederlands team zijn we gestopt bij spot nummer 3. En we gaan dus beginnen, denk ik, met Marielle Vleugels. Dan krijgen we Cindy van der Zanden en dan Dinette Oosting aan slag. Oké, dat gaan we zo zien. En ik zie, ik was even door alle netwerk ellende even afgeleid, maar ik zie dat we een stand hebben van 2-1 voor het Nederlands team. You're correct, man. Wat er gebeurde, ik had weer die beroemde 5 gig bereikt. En mijn router die zei tot hij moest overschakelen en dat ging hij ook doen. Maar ik snap nog steeds niet waar het vandaan komt. Ja, dan was er weer een cursus, Jans. Hè? Ja. Ja. Goed. Ik zie nog geen slagvrouw klaarstaan, maar wel hier staat wel iemand klaar. Maar dat is niet Marielle Vleugels. En die zou daar volgens mij moeten staan. Is dat zo? Ja hoor, daar is ze. Goed, Guido Gilberto, zal ik maar zeggen. Goed, even die pitch. Gaat naar 2. Hoppakee. En daar is Marielle. Ik weet één ding zeker, deze fout heb ik zelf veroorzaakt, maar ik weet niet meer hoe ik hem eruit moet halen. Nou, dat is weer een studierichting. Ja, oké. Cursusje. Ja. Goed, Marielle staat klaar. Aldoende leert men. Oh ja. En die zwijgt. Wops, en nu, in de handschoenen van Nick van Rietschoten. En dat is 5-3 is de eerste 0. Hij stond erbij en keek ernaar en had dat ding te pakken. Jammer van die tik, maar helaas pindakaas. Goed, Cindy van der Zanden is de volgende slagvrouw voor het Nederlands team. Goed, dat hebben we ook allemaal weer gezien. Cindy van der Zanden. Cindy van de Zanden. Oh, oh, oh. Poepsja! Die had daar maar een swing in gedachten. De swing was er wel, maar die bal ging niet weg. Helaas. Eén slag. Volgende pitch van Guido. En nu raakt ze hem wel, maar een slag uit. 2 slag kaal voor Cindy. Cindy van de Zanden. Kijk, wat ik me wel een beetje afvraag natuurlijk, hoe zitten die dames nu in een spel, hè? Dat is een wijdbal, 1 om 2 denk ik. Dan we hebben net wat toernooi gehad natuurlijk en ja, dan moeten we weer verder. En dat is een wijdbal, wilde worp, kunnen we rustig stellen. 22 de count. En komt die volgende pitch van Guido. Die is laag. Full count. 1-0. Nou,
klap. Wat zei ik van de klap? Dat is Vierwijd voor Cindy van der Zanden. Die komt daarmee op het eerste honk. En wij gaan naar de volgende slagvrouw. Dat is Dinette Oosting. Ja, Hans. Ja. 1-0. Een loper op 1. En we gaan kijken. Of die bal wat verder komt dan daarnet. Komt die pitch. Die is hoog en die is heel hoog. En dat is een wijdbal. Ik geloof niet dat die net aan de Veusson was. Überhaupt trouwens. Voor het volgende pitch. En die, oh, daar, wat ze, daar gaat ze wel achteraan. En dat betekent dat Cindy van der Zanden naar het tweede honk kan schieten. Opzet. Misschien. Misschien ook wel niet. 1-1. De count. Nou, eens even kijken. Kunnen we de ding raken? Guido weet wat hij moet gooien. Daar komt die pitch. En nu is hij er ook doorheen hoor. Ja, en Cindy gaat door naar thuis. En dat is een mooie omslag. En hebben we een 3-1 voorsprong nu voor het Nederlandse team. Goed gedaan, Dinette. Nou, Dinette aan slag Laura Wissink. Zij staat nu zelf op het eerste honk. Dus, Dinette. En Laura gaat proberen haar verder te brengen met nog steeds die ene uit. En soms is het uit goed voor u, maar in dit geval toch maar niet. Nee. Kijk eens hoe mooi ik je dochter in beeld heb. Oh, god, kun je me dat, die foto toesturen? Nou, je kan hem terugkijken. Oh, ik kan hem terugkijken. Oké, dankjewel. Komt die pitch. Die is hoog. En daar wordt ook Laura niet zenuwachtig van. Goed, Laura is er klaar voor. En die is weg, 64 mijl. En die wordt hier gevangen. Wow, hij op. Ja, nu pak je hem wel. En die net moet terug, omdat de rechtsvelder helemaal in het centerfield komt voor Brenda Beers. En die bal pakt en dat is de tweede nul. Vang 9 op 8, zal ik maar zeggen. En we hebben 2-0 en we hebben het over top 4. Yes, en het is 3-1 in de count, af in de score. Goed, dat is Lizzie Clarijs. 2-0. Dat is een wijdbal. Komt de volgende pitch van Guido. En die geeft die strike. En dan hebben we een 1-1 count. De volgende pitch. Oh, dan gaat ze. Ah, is dat geen foutbal? Het lijkt er wel op, maar dat wordt niet als zodanig gegeven. Die net zit op het tweede honk. En hebben we dus nu een count van 1-2. 1 wijd. 2 slag voor Lizzie. Komt de volgende pitch van Guido. En strikeout daar voor Lizzie en is deze top 4 over en hebben een voorsprong van 3-1 nu voor het Nederlandse team. Oké. Gaan wij zometeen door met slagvrouw van spot 4, Maxime van Dalen voor DVA. Dan krijgen we slagman Thomas Maas en dan Nick van Rietschoten. In ieder geval aan slag.
Okay, here we are again. En de volgende pitcher voor het Nederlands team is Lisa Hop. Dus springen we er al een beetje doorheen. Dat is pitcher nummer 3 dus. En wij gaan kijken naar Maxime van Dalen. Die staat daar ook al klaar. Heel scherp in beeld, mag ik tegenwoordig zeggen. Ja. Daar komt die pitch. En die is te laag. Een wijdbal. Volgende pitch van Lisa. Oh, die is hoog zeg. Daar zou een helikopter nog heel jaloers op zijn. Ach ja, die zitten er wel eens tussen. Dat mag ook. En twee wijd. Kaal hier voor Maxime. Volgende pitch van Lisa. En die is wel mooi en die is ook ver weg. En oh, Wies gaat daar onderdoor. En die had dat verkeerd ingeschat, denk ik zo. Die gooit hem nu naar 3. Is op tijd. Ze is op tijd. Ja, mooie triple van Maxime van Dalen. Die gaan we uiteraard in de herhaling zien. Daar gaat die bal. Po, eronder door. En dan, ja, dan heeft dat wellicht met het licht te maken, Hans. Dat zeg jij heel vaak. Kom. Kom. Zit hij boven het licht en dan komt hij er in één keer uitvallen en dan is het gebeurd. Kom. Ja. Kan. Oké, het kan. Goed, 27, Thomas Maas is aan de slag nu. Daar komt die pitch van Lisa, loper op 3. DVA in, en die begint met een strike. DVA probeert aan de deur te rammelen. Er zijn geen nullen. En het is bottom 4. Hoppa! Oh, die stuit daar gewoon overheen, zeg. Zo is het onmogelijk. Daar moet een hele bad hop geweest zijn. Want die bal die kwam naar het veld toe. Die stuitte gewoon over Lizzie Klarijs heen. En er is dus gescoord. Kijk maar even in de herhaling. Daar zien we hem. Kijk eens, hij wordt gewoon gelanceerd daar op een gegeven moment. Ja, dan mag je nog blij zijn dat ze hem niet in de gezicht krijgen. Ja. Ik laat hem even terugzien. Als je het over een bad hop hebt, kijk, dit is nou een bad hop. Sta klaar om hem laag te fielden, ja. En bam. Bam, wordt omhoog. Omhoog. Oh, vreselijk. Nou, oké. Wel gescoord. Het is 3-2 in de score. En we hebben nu Nick van Rietschoten aan slag. Die heeft ook een enorme swing in huis, maar raakt geen bal. En Thomas Maas dus op het eerste honk. Met een onderrondje met de eerste honkvrouw, zie ik. Ja. Ja, dat zijn teamgenoten eigenlijk, of clubgenoten in ieder geval. Daar komt hij. Oh, dat gaat fout. Die bunt gaat niet door. En hebben we 2 slag kaal nu voor Nick van Rietschoten. Die daar in mijn optiek echt staat van ik wil die bal wegklappen. Maar dan moet hij van de coach moet hij een bunt neerleggen. Dan denk ik, potverdorie. Nou ja, misschien ook wel niet hoor, ik weet het niet. Goed, volgende pitch van Lisa. Hop, loper op het eerste honk. Er zijn geen nullen. En nu hebben we een 1-2 count. Daar komt de volgende pitch. Sorry meneer. En Sjoerd Hogevorst is nu aan slag. Nick van Rietschoten gaat weer uit met een 3 slag. En deze Sjoerd had net een beste klap in huis. Hij heeft alles meedoen. Een lange knuppel, lange armen en een lang lichaam. En daar komt die pitch en die gaat er mooi doorheen. En dat is een slag.
goed gedaan, Lisa Hop. Eén slag. Met die ene uit en met die loper op het eerste honk. Oh, die gaat hoog en die moet gevangen worden. Oh, lopen we op tijd? Ja hoor, dat is goed gedaan daar, Cindy van der Zanden. Pak die bal, vang 9. Lekker gedaan. Komt de herhaling. Goed gecommuniceerd ook daar tussen Lizzie en Cindy van der Zanden. En deze is binnen. Tweede uit voor DVA. Met nog steeds Thomas Maas daar op, het, op dat eerste honk. En nu wordt onze play-by-playster wat gemasseerd. Robin Veger is aan de slag. Het gaat allemaal in één moeite door, hè? Ja. Die begint met een slag ook. Hey, Ton, schuiven ze een stukje op. Goed zo, Ton. Nee, Ton gaat terug. Oeh, en dat die bal schiet door alle kanten op. En Thomas op het tweede honk. En... Wordt de play-by-play overgenomen door vriend of broer of aanverwant artikel. Maar het gaat gewoon door. Het gaat wel door. De productie moet doorgaan, wat er ook gebeurt. Robin Veger is aan slag. Loper op het tweede honk. Thomas Maas is dat. En 2-0. En Lisa Hop gaat pitchen op Laura Wissink. En die is te laag. En hebben we een 1 om 2 count, dat kan, nou ja. Goed, we gaan even kijken wat die umpire zegt. Die zegt even niks. Goed, komt de volgende pitch. Oh, die wordt ook gemist. Een wilde worp, denk ik. En daar is Thomas op het derde honk. 2-0. En nog steeds Robin Veger aanslag. En... Een 22 count wordt hier aangegeven door de umpire. Dus het is nu even to do or to die. Kan DVH gelijk komen of kunnen ze het afslaan, de verdediging van het Nederlandse team. Daar is die bal, oh die gaat erdoor. En dat is een punt hoor. En dat is de gelijke stand voor DVH 3-3 in bottom 4. En weer een loper op het eerste honk. In de persoon van Robin Veger. Daar ging iets niet goed bij mij. Goed, dan is de pitcher nu aan slag Guido Silberto. Ik zeg maak er maar Silberto van. Goed zo. Komt die pitch. En dat is een wijdbal. Nou, het is in ieder geval een aangename stand voor iedereen. Ja, daar kan iedereen vrolijk van worden. Ja, of juist niet. Maar in ieder geval, er gebeurt wel wat. Daar komt die pitch van Lisa. En die is weg. Oh, die wordt net niet gevangen door Lizzie Kielerijs, maar goed gepakt. En nu, oh, die had toch... Dat wordt hij onderbroken. Verkeerde camera. Wordt hij onderbroken. Mooie tik van Gilbert, van Guido. En hebben we lopers op de corners. En is de kop van de slaglijst nu aan de beurt. En gaan we even een babbeltje maken in de circle. Bubble, bubble. Goed, en Brenda Beer staat daar klaar als volgende slagvrouw. Ja. Ik laat hem nog een keer zien. Mooi. Je had het over de korte termijn gehad. Ik wist niet meer of ik hem al had laten zien. Het is zo confronterend. Hè. Oh jongens. Het is zo confronterend. Moet ik de hele avond nog mee werken. Nou, we staan even te praten in de cirkel. Ja. En er is ook even een coach bijgekomen, een pitching coach. Ja. Martijn Guillaume is dat. Goed. 3-3. Ja. En Brenda Beers aan slag.
Gert-Jan is het gebabbel wel beu. Zo, zijn we er klaar mee? Ja, we zijn er klaar mee. Maakt ondertussen de plaat nog even schoon. Gert-Jan zegt, ik ben met vakantie. Ik wil wel plezier hebben in mijn vakantie. Ja, de praten doe je maar in je eigen tijd. Ik heb morgen nog een boottochtje geregeld op het IJsselmeer. Nee, dit is trouwens serieus, dat wil ik nu zeggen. Gert-Jan was op vakantie, was hier in de buurt en die zegt van, nou, weet je wat, ik ga er gewoon nog even een avondje achter zitten. Top. Kan ik mijn top. Vakantie toch goed besteden? Top. Hè? Top. Goed, heel top. Brenda Beer staat klaar. Lopez at the corners. Op 1 en 3 dus. Lisa Hop gaat op Brenda gooien. Daar komt hij. En die zwaait. En die wordt gepakt. En er is een gestolen daar. Ja. Ik begin mijn scherp te kwijt te gaan. Guido Silber op het tweede honk. Lopen ze op 2 en 3. En nu is het even penibel. Er zijn 2-0. En er zijn... twee spelers in scoringspositie. Er moet een klap komen die goed is en die gaat fout deze klap. En dan hebben we twee slag kaal voor Brenda. Nee, we hebben een 1-1, begrijp ik nu. Ik kijk weer naar het bord, maar dat moet niet doen. Ik moet Michelle in de gaten houden. Het is duidelijk. Onze eigen kant is beter. Ja. Hoppa, en dat is een wijdbal 2-1. Goed, volgende pitch. En nu is hij wel weg. En die wordt wel gepakt. En nu, hoppaka, 4-3. Dat is goed gedaan daar van Lissy Klarijs, die hem daar in die handschoen pakte. Even toekneep en toen hem overgooide naar de eerste honkvrouw, Marielle Vleugels. En daarmee komt er een einde aan deze bottom 4. En dan hebben we een score van 3-3. En gaan we met opgewekte zin naar top 5. Wil je een commercial breakje? Doe maar hoor. Oké, naar 4 en daar stond Robin namelijk en dan krijgen we hem op short. Ja. Dankjewel. Goed zo, ook de wissels worden hier keurig aan ons doorgegeven. Daar worden wij heel vrolijk van. Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. Zo vrolijk. Ja. Ja. Goed, daar staat Suka van Gurp, staat klaar. Daarna krijgen we... Wies Lichtvoet en dan Annemiek Jansen voor het Nederlands team. Begint met een wijd. Een bal in de dirt. Een hele smerige zaak. Huh? Ja. Maar heb ik mijn autosleutels gelaten? Daar. Daar. Daar let ik tegenwoordig ook al op. Ja, je moet wel. Je moet hem allemaal bij. Korte termijn en zo. Ja. En een slag, 1-1. Volgende pitch. Oeh, die is hard hoor. 63 mijl. Die ging bijna door de handschoen van die catcher heen, zeg.
63 mijl is ook weer niet zo hard, zou ik dan wel willen zeggen. Maar goed, je zou maar om je oren krijgen. Ja, die moet je niet terug willen pakken. Nee, 2-1. Oeh, daar gaat ze achter een wijdbal aan. 22, de count. En ook die was 63 mijl. Ja, Suka wil wel. Die is wel gefocust op die ballen. Maar ja, soms gaat dat dan niet helemaal goed. Goed, volgende pitch van Guido. En die is laag. Full count. Nou, er was geen twijfel over mogelijk, toch? Ik dacht, mensen, wat, maar deze bal was laag, hoor. Goed, dan komt die volgende pitch. En dat is 4 wijd voor Suka. Die even alle spullen op de grond neerlegt. Nou, die mag Wies dan even regelen met Annemiek. En Wies staat klaar. De lead-off hitter is op de honkkant. Lead-off hitter op de honk. En aanslag zie ik Wies lichtvoet, als ik het helemaal goed heb. Jij hebt geen bril nodig? Ja, dat gaat goed. Ik begin ze te herkennen. En er wordt gestolen. En hebben ze goed gedaan. Prima gespeeld daar. Van Suka, van Gurp, die daar tweede honk even inpikt. En ik was iets te laat, ik zag hem niet aankomen. Nou ja, dus ik ben nog een beetje in de vakantiestemming, nee, zeker. Ja, die focus moet wel bijgezeld worden voor het weekend. Ja, die moet wel, voor het weekend moet hij wel scherp zijn. Een beetje hier, omdat het een oefenwedstrijd is, een beetje minder scherp. Maar goed, dit accepteren we dit weekend niet hoor. Komt hij? Oepsa, gaat ze erachteraan? Ja, gaat ze achteraan, zegt ze. Zegt de umpire, het is dus 1-1. Volgende pitch van Guido. En die is fout. Volgende pitch. En een big swing en strikeout voor Wies Lichtvoet. En dat is de eerste nul. En na Wies Lichtvoet zie ik Lizzie Klarijs. Nee, dit is Annemiek Jansen. Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Ik zag blond haar. Ja. Dat is flauw. Ja. Nou, ik krijg net even een tikkie van mijn oudste dochter. Hij wordt straks overgemaakt, hoor, schat. Daar komt hij. Pang! En Annemiek gaat er niet doorheen. Thomas pakt hem naar de Maxime. En dat is de tweede nul. Maar we hebben Suka wel op het derde honk. En Jessie van Aals is de volgende slagvrouw. De aangewezen slagvrouw zelfs. Die zou maar aangewezen worden. Goed, Jessie staat er klaar voor. Guido ook, komt die pitch en die is te laag. Wel 62 mijl. Volgende pitch. En die is laag. En 65. Snelheid wordt opgevoerd, maar ja, de zuiverheid wordt wat minder. Denk ik zomaar. Goed, volgende pitch. En dat is een strike. 2-1. Next pitch. En die is te hoog. Batters count nu voor Jessie. Met die loopster hier op het derde honk. In de persoon van Suka, van Gurp. Gaat Jessie het doen? Slagfout. En hebben we dus een full count voor Jessie. Komt de volgende pitch. En strikeout. En dat is de derde nul. Geen scores voor het Nederlandse team. Waardoor die stand dus gewoon 3-3 blijft. En gaan wij naar bottom 5.
bottom 5. Commercial break. Goed, daar zijn we weer, mensen. Het was een korte commercial break, zullen we maar zeggen. Goed, ik zie Lisa daar nog staan. En de batter met pak nummer 45 staat ook klaar. En Kobus weet wie dat is. En dat hoort u zo wel. Gerard Krom aan slag voor DVA Hans. Gerard Krom. Tweede spot. En die raakt hem wel, maar niet zoals je had gewild, Durgme. En dan hebben we een eerste slag. Oké. Okay. Lisa Hop is de pitcher nog steeds voor het Nederlandse team in deze vijfde inning. Bottom 5. En dan komt die pitch. En u ziet er wel doorheen. En dat is een mooie honkslag van Gerard Krom. En dan hebben we dus een loper op één. We hebben een loper op het eerste honk. Even kijken of ik daar nog wat beeldmateriaal van heb van die klap. Dat zal toch wel? Dat zal toch wel. Oeh, langs de pitje. Ja. En langs short en 2. En dan, ja. Is het, ja. Is het duidelijk? Ik zocht nog dat ik nog even iets anders had, maar dat had ik dus niet. Nou, lopen we op het eerste honk. En wij gaan kijken naar Tom Poelman, de derde spot, tweede slagman in deze rij. Pak nummer 49. Daar komt die pitch van Lisa. En die bunt mislukt. Dan zal die toch terug moeten, ja, ik wou net zeggen. En daar is die. Ik heb verbaasd me. Ik denk zelf dat hij hem op de hand kreeg, hoor. Hebben we dat nog? Kunnen we dat nog terug herleiden? Ik ben aan het kijken. Ik ben bang van niet. Nee, ik was te laat, Kobus. Oké. Okay. Nou. Maar goed, dat is verder geen. Het is één slag gewoon. Komt die volgende pitch van Lisa. Hoppa, die is daarnaast denk ik zo te zien aan de bewegingen van de catcher. En dan hebben we dus een 1-1 count. Die lopen dan op tot eerste honk, helemaal verstopt achter de dames daar. Ja, je moet zelf helemaal achterover. En opvang en nee, dat kan niet. Wel was Lizzie al onmiddellijk op het tweede honk aanwezig. Een vang 5 dus is, die gaan we nog even bekijken hier van Tom Poelman. En dat is die net, die vindt dat, ja, en dat kan ze toch niet meer redden. Goed gedaan, eerste 0 en gaan wij naar pak nummer 5 en dat is Maxime van Dalen. Dan moet hij het maar doen. Daar komt die pitch van Lisa, loper op 1. Bottom 5. Oh, die is ver weg. En vang daar Annemiek en hij moet terug.
Oh, dat kan hij nog makkelijk halen. Goed gedaan daar van Annemiek Jansen. Die ook hele snelle voetjes heeft hoor. Die zou ook wel lichtvoet hebben kunnen heten. Maar het is Jansen in dit geval. En dat betekent dus dat we nu 2-0 hebben. Want een prachtige vang. Na een geweldige tik moet ik er trouwens wel even bij. Ik heb die vangbal, die heb ik. Laat eens even zien. Die komt daar. Met die hele nieuwe camera? Ja, die is blijven doen. Maar de andere camera's staan er weer even mee aangeschreven. Kijk eens joh, kijk eens joh. Kijk. Bam! Oh, joh. En aanslag nu Thomas Maas. Hop en... Oh, hij geeft vandaag alle safe daar. En dat schijnt dan ook... Ja, dat is ook zo. Hij is uit, door de play-by-play doet het niet meer. De play-by-play is uit, help. Okay. Goed. Ja, batterij is op. Ik was die batterij vergeten mee te nemen. Oh dear. Nou. Oké, okay. Hey, dankjewel. Ja, ik heb, Wij gaan het nu proberen uit ons hoofd te doen. Ja. We hebben het niet meer onder in beeld staan, dames en heren, de counts. We gaan kijken. Heb je een nieuwe slagman? Nee, dat is nog steeds Thomas Maas. Die moet dan inmiddels... Twee wijd hebben, denk ik toch zomaar. Er zijn 2-0. Daar komt die pitch. En nee, dat kan niet gelopen worden door die loper op dat tweede honk. Gerard Krom is dat. Oké, de camera's doen het weer. Alleen de play-by-play niet. En simpelweg omdat ik geen stroom bij me heb. Ach ja. Je zit vol vuur, maar ja, geen stroom. Hopsa, dat is een mooie pitch van Lisa. En dan, nou ja, ik heb een batterij liggen in mijn auto, maar die staat hier 500 meter vandaan. Ja. Dat is een kilometer, hè? Ja. Oké, een batter's count hier. En strikeout. Ja, nee, geen strikeout. 3-2, sorry. Full count nu. En nou moet hij, kom op Lisa, hoppakee, en daar is hij, hup, vang, 5-3. Mooi gespeeld hier hebben we de derde nul. Kunnen we zeggen dat er geen punten zijn gescoord in deze vijfde inning. En staat die stand dus nog steeds op een 3-3. En gaan wij naar top 6. Oh, je hebt onze tent nu mooi in beeld, Hans. Dat is een prachtige tent hebben we toch? Ja, zegt hij. Waar gaan we naartoe? Naar top 6, hè? Top 6, ja. Oké, top 6 het is. Ik ga alleen de punten en de... Nou, de nullen kan ik waarschijnlijk ook nog wel bijhouden. Oké. Je bent een kanjer, Hans. Goed. Guido die gooit 61 mijl op het ogenblik bij het ingooien. Ja. Dat wil ik nog wel eens een keer zien. Daar komt hij. 58. Ja. Dat was een hele hoge, maar ja, dus er zat wel een stapmotor onder, maar 55 mijl is toch niet om direct over naar huis te schrijven. Dan ben je onderweg met een postbuis, denk ik. Hè? Sorry. Goed, Marielle Vleugel staat pak daar nummer klaar. 3. En dan krijgen we Cindy van der Zanden en dan Dinette Oosting. We zitten dus op spot nummer 4. Nou, Marielle. Come on, girl. Het wordt er tijd voor, zou ik zo zeggen. Luister naar je vader. Ik ben de pitcher kwijt. Ah, daar is die. Ja, hij is er nog hoor. En Guido staat er klaar voor. Oké, there he is.
Met een strike? Ja, yeah, starting with a strike. Zitten die haspels trouwens bij jou in de auto, Hans? Die liggen in de car, die heb ik opgeruimd. Oh, prima. En een wijdbal. 1-1. Oké. Okay. Top 6. En Marielle aan slag. En nu raakt ze hem wel. Die gaat over van Rietschoot heen. En het is op tijd. Ja hoor, die is op tijd. En dat is een omslag voor Marielle Vleugels. Nou. Laat maar even zien, Hans. Dat was een lumpia hit hoor. Oh, ja, ik heb geen beeld. Sorry. Een lumpia hit. Een Kim Donkertje. Ja. Een wisseltje nog. Oké. Okay. En ik heb Marielle op het eerste honk. Thomas gaat eruit. Sander komt op 4. 7. 7 wordt 9. En 9 wordt 4. Oké, okay, dankjewel. Nou, dan weet je dan. Cindy van der Zanden staat er. Marielle staat op het eerste honk. We zitten top 6. En we beginnen met een strike voor Cindy. Alhoewel. Nee, dus er was al wat gebeurd. Dus 1-1. 1-1. Maar zoals gezegd, dat kunnen we op dit moment niet meer bijhouden. Komt de volgende pitch. En die is wel goed, maar. Oh, dat wordt een vang 6. En dat is het ook. En hebben we dus de eerste 0. Ik zie pak nummer 15. En die ken jij wel, denk ik. Die ken ik heel goed. En ik zou zeggen, ram er maar eens even weer doorheen, Dinette. Mijn zegen heb je. Dido die denkt van, ik weet wie dit is. Ik ga eens even zeggen waar ze op moet letten. Nou, dat is wel fantastisch zeg. Nou, gooi maar een pitje. Die is te hoog, denk ik. Ja. One strike. Nee, een bijt natuurlijk. En nou is hij wel weg. En gaat hij gevangen worden? Nee hoor. Ah, oh, jawel, prima gedaan. En hij moet terug. Die Marielle is op tijd. Nee. Oh, dat is sneu bestek. En hebben we dus de derde nul. Een vang 9. Die kwam er snel onder. Ik dacht, die valt daar wel. Maar nee hoor. En Marielle was al onderweg. En klaar was deze inning voor het Nederlands team. No score. Good commercial break. We zijn weer live. Wat een server zie je toch? Hè? Absoluut. Goed, we zijn weer live. We gaan naar bottom 6. Het is aan DVH om te kijken wat ze eraan kunnen doen. Er zijn wat positiewisselingen. Ik ga er een beetje Ik uit. Zie volgens mij Merks. En we hebben een nieuwe pitcher bij het Nederlands team. Dat is Marjolein Merks inderdaad. Nee, Sumeru. Gekker nog, het is Rebecca Sumeru, die als vierde pitcher nu erbij komt, die zal het misschien wel uitmaken dan, want er waren vier pitchers vandaag aanwezig, toch? Kijk, ik zag Merks wel, maar die staat hier. Die zag ik op de rug. Kijk, ja. Kijk. En inderdaad, postuur heeft er wel een beetje van. Ook zo'n wit dingetje in het haar en een staartje. En, ja, ook zo'n zwart met oranje shirt om. Ja, ja, daar ga je. Gelijksprekend op elkaar. Dankjewel. Doen ze erom. Ja, ze doen het erom. Nou goed, we gaan eens kijken wat Rebecca in petto heeft in de verdediging.
En daar staat klaar met pak nummer 23, Nick van Rietschoten. Die heeft nog weinig weggeslagen, dus statistisch gezien zou je zeggen, hij zal wel eens een keer wat kunnen raken. Nou goed, Nicky staat er klaar voor. Dan komt die pitch. En die is te hoog. Begint met een wijd. Ton, schuif eens op. Ja, dankjewel Ton. Hij komt terug hoor. Ja, hij komt terug. Ja, ik weet het. Het is altijd altijd met die coaches. Het ging allemaal zo goed. Het ging zo goed, hè? Ja, en op een gegeven moment gaan ze zitten babbelen met collega's en zo en dan krijg je dit. Ja. Deze is ver weg hoor, Rietschoten. En dan gaat hij naar Annemiek Jansen, jazeker. En die komt daar ook mooi in die handschoen terecht. Van Rietschoten, Nick is al op het honk, maar het heeft geen zin. Hij wordt gevangen. En dat is ho. Wat? Nee. Is er al? Hoppakee, daar gaat hij nog een keer. En daar komt die vang van Annemiek. En daar is het gebeurd met Nick. En de volgende slagman is Sjoerd Hogevorst. Die heeft ook al een paar tikken uitgedeeld vandaag. En we zullen kijken wat hij nu gaat doen. Daar komt die pitch. Hoppakee, hij raakt hem wel. Maar die komt hoeveel nullen hebben we? We hebben 1-0. Eerste slagman Hans, hè? Die uitging. Dit is nummer 2. En dan krijgen we straks... ik denk Bart Krom. Die is voor Veger gekomen. Zo dan. En een slag. Twee slag kaal nu. Voor Sjoerds. Die jongens zijn over het algemeen van die keiharde knallen gewend natuurlijk. Deze is te laag. En dan hebben we 1-2 in de kans. Goed, komt die volgende pitch van Rebecca. En een big swing, strikeout voor Hogevorst. En die is nu wel forst af dus. We gaan even kijken. Ja, laten we even. En omdat hij zo mooi is, doen we hem lekker in de slow motion. Doe eens even. Geweldige pitch. Ik weet ook niet of dat ik... Nee, ik denk... Nou, misschien wel. Deze ook. Bart Krom is nu aan slag. En die begint met een slag. Goed. Vinden die mannen onder elkaar vast wel even leuk om die drie slag een paar keer de herhaal te krijgen. 2-0. En dit is een foulball. En inmiddels ook twee slag kaal voor Bart. En ik neem aan dat dat familie is van Gerard. Want ze heten beide Krom. Ja, die kans is... aanwezig. Dat lijkt me geen kromme redenering. Nee. He? Goed, twee slag hier voor Bart. En komt er weer zo'n pitch. Auw, geraakt werpen. Ja, dat is... Hoor je dat? Ja. Dat is die dikke hout, jongen. Ja. Oh, heerlijk. Maar die staat ook te lachen daar achter de honk. Ja, ik herkende het nog zo uit de tijd dat ik speelde. Dat jij speelde? Ja, dat, nou ja, goed. Ja, okay. Dat is wat langer geleden, dat onthoud je dan nog wel. Maar... Ja. We gaan naar de pitcher kijken, Guido Silber. Oké. Nou, die staan er allemaal dames voor. Daar staat Tonde voor. Ja, dat lijkt me een slag. Heb ik 10 camera's, gaan ze allemaal voor mijn beeld staan. Ja. Ja, ze zijn met z'n 9, hè? Ja, hij is z'n 9 man voor mijn beeld. Oké, volgende pitch van Rebecca. Komt hij op Guido. Oops, oké, die komt hier achter ons terecht. En dat is niet te vangen. Hij slaat daarin als een bom. En hebben we dus een... 1-1 koud. 1-1 koud. Loper op het eerste honk. Lopers en de
Count houden we niet meer bij, alleen de uits en de punten. Ja, 2-0. En nu gaat hij wel weg, maar hij moet gevangen worden door Cindy van der Zanden. En dat doet ze ook. Het is een makkelijke vang. Vang 9. Lekker gedaan. Snelle voet hoor, daar in het verre veld van het Nederlandse team. Geen score dus ook in deze bottom 6. Ik denk dat we een nulletje tot ik een nulletje gemist heb. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan naar top 7. Nee Hans, je had al 2-0 staan. Dat hadden we ook al gezegd. Oké. Dus dat is wel in orde hoor. Zo ergens nou ook niet toch met dat... Nou ja. Wij gaan naar top 7, ja. En dan gaan we eens even kijken wie we daar voor het Nederlands team krijgen. Wie ging daar als laatste uit? Dat was Dinette, hè? Met Marielle. Dus dan zal Laura Wissing nu aan slag zijn. Goed, dan wachten we daarop. En top 7, dat betekent dat we nog één volledige inning te spelen hebben. En dan kunnen wij weer alles in gaan pakken. Zo is het. En hoe heet het hotel ook alweer waar wij zitten vanavond? Heel. Oh, van Ton Koever. Ja, heel, ja. Ja. En je kan het bereiken met kleedkamersleutel 2. Ja hoor. Ja, je moet wat over. Goed, daar staat Laura. Waar is Laura? Daar is Laura. In de box. Eerste pitch van Guido. Die is... Slag. Nee. Wel? Nee. Hij is verwijt, sorry. Ik zie geen hand komen. Ik dacht en zei van wop. Nou ja, goed. Hij bedoelde bol natuurlijk. Misschien zei hij dat ook wel. Ja, dat kan. Deze is wel bol. Dus zet ja. Je daar een paar niet mee onder druk. Is dan nog steeds Guido die staat te gooien? Ja. Zo. Want je wil gooien, dan doe je best maar, wou je zeggen. Ja. Goed, twee wijd kaal voor Laura. En die volgende pitch was 64 mijl. En was ook wijd. Dus drie wijd kaal nu voor Laura. De volgende pitch. En die is ook wijd, denk ik. Die is slag gegeven. 3-1. Ik had de camera naar het eerste onkel openstaan, maar. Nou, volgende pitch. En nu is hij wel wijd. Oké. Dus even een momentje uitgesteld. Deze vier wijd. En is Laura Wissink, de lead-off hitter, op de honken. En zien we daar Lizzie Klarijs klaarstaan. Daar staat Lizzie. Oh, laat hem los. Hij laat hem los. Daar heeft ze mazzel. Wat de mazzel voor Lizzie Klarijs. Die bal ging omhoog en die catcher die komt eronder. En wij kijken eigenlijk niet eens of dat ding wel gevangen wordt. We denken die wordt gevangen en dan laat hem los. Goed. Hij was ook niet blij. Nou ja, ik weet niet of ze elkaar goed kennen, Lizzie en hij. Dat weet ik ook niet. Nee. Hij was niet blij. Hij was niet blij, dus toch niet. Goed, dat was de eerste slag. En dit is de tweede. Twee slag kaal nu voor Lizzie. Een mooie pitch hoor. Strak. En er komt een drone over. En strike out daar voor Lizzie Klarijs. En hebben we de eerste nul. En gaan we dus naar Suka van Gurp. Ja, wist dit was een drone waar 8 passagiers in passen. Dat noemen ze een helikopter. Oh, een helikopter. Suka van Gurp staat klaar. Nog steeds die loper op dat eerste honk. 1-0. Oh, 1-0. Ja. Tokyo. Daar gaat ze achteraan en dat is een eerste slag.
Rustig, zegt de coach. Kijk even wat ik zijn. En wat gebeurt daar? Oh, er moet een hek dicht. Ja, jongens, toch die gewoon met het hek open. Nee, dat is volkomen gelijk. Dat ding moet dicht. Oh, er was een meneer uitgegaan. Die komt er nou weer in. Maar hij doet hem nu wel dicht. Goed zo. Goed zo. Hekje dicht. Hekje is dicht. En een strijk hier. Twee slag kavel Suka. En de volgende pitch. Daar komt hij. En die zwijgt. Nou. 1 en 2. De volgende pitch van Guido. En die is ook hoog. Batters count. Dacht ik nu voor. Nee, hij geeft. Hij geeft 2 om 2. Oh. Nou, oké. Die wordt wel geraakt, maar die verdwijnt naar het rugbyveld. En dat betekent dus dat we hier die 2-2 count houden voor Suka. Met Laura nog op het eerste honk. Dat is 1-0. En de volgende pitch van Guido Silver. Strike out. Ze stond erbij en ze keken naar. Ja. Nou, ik heb hem in herhaling. En dan laat ik deze ook maar even zien. Ja, het is wat het is. Ja, recht over de spijker. Wat wou je me vragen? Dit is SDTV. Wow. Goed, we hebben een nieuwe slagvrouw. En dat is kom maar Lisa kijken. Hop. En die komt dan voor Wies Lichtvoet. Zal dan misschien ook het veld ingaan zometeen daar op haar plaats. We hebben 2-0 hè? Ja. En Suka is temporary runner voor Laura geworden. En die staat nu op het tweede honk. Steelt even een honkje mee, zullen we maar zeggen. Goed, 2 wijd kaal voor Lisa. Dit lijkt me een slag. En inderdaad, 2 mee. Volgende pitch. Lisa staat er klaar voor hoor. En wie is weg? Ja, dat is goed. En Suka gaat er binnen. Die gaat er binnen. Er wordt hard. En ja hoor, daar gaat ook Lisa nog door naar het tweede honk. En Suka scoort. En hebben we dus een prachtige tik van Lisa Hop. En hebben we een score voor het Nederlandse team in deze top 7. En ze nemen de voorsprong met 4-3. Lekker gedaan Lisa. Lekker gedaan Suka. En de volgende slagvrouw is Annemiek Jansen. Nou, grijp je kansen. Puntje bij je, Nederlands team. Ja, 4-3. Lekkere tik hoor. En dan komt de volgende pitch van Guido, die gaat wijd. Lisa gaat terug naar de tweede honk, want een zeer verstandige beslissing is in mijn ogen. Goed. Annemiek staat er klaar voor. Guido ook. Komt die pitch. Oh, die is ook weg. En wordt die gevangen? Ja, nee hoor, die wordt niet gevangen. Lisa terug naar thuis. En hebben ze. En weer een punt aan voor het Nederlandse team dat nu toch even verrassend bezig is. Na deze prachtige tik van Annemiek Jansen hebben we een 5-3 voorsprong. En gaan wij naar de volgende slagvrouw. En dat is ook weer een linkse slagvrouw, een lefty. En dat is niemand minder dan de aangewezen slagvrouw, Jessie van Aalst. En dat was de replay. Oké. Puntje erbij, hè? Ja, 5-3. Het is nou toch wel heel druk in mijn eentje. Even kijken. 5-3. 2-0 nog, hè?
2-0, ja. Goed, Jesse van Aal staat er klaar voor. Ik heb een loper op 2, hè? Ja. Big swing. Eerste slag. Zwijts. 1-1. Strak gegeven. 1-2. Oh, en strike out voor Jesse van Aals. En dat is de derde 0. En leidt het Nederlands team met 5-3 in deze top 7. En gaan we naar de bottom van dezezelfde zevende inning. En gaan we eens kijken of Davy Haar er iets tegenover kan stellen. Het orkest is ook gearriveerd. Ja, ze zitten niet allemaal op dezelfde pagina van de bladmuziek, zo te horen. Maar... We go to the Cracker Jacks, nee. Leuk nummer, vaak gezongen. Liggen er nog rechten op, dan gooien we er maar af. Geluid. Ja, daar zullen best wel rechten op liggen, ja. Ja, geluid eraf. Nou, daar gaan we. Brenna Beer staat klaar achter Ton. Ze staat terecht. Ja hoor. Kijk maar. Goed. Wie is de pitcher? Daar ben ik toch wel even nieuwsgierig. Rebecca. Ja, nee, ook. Maar... Ja, Rebecca. Je maakt het af dus. Ook jij liep er bijna in, begrijp ik. Ja. Oké, okay, Rebecca Soumerou en Brenna Beers staan aan slag. Slag fout. Eén slag dus voor Brenda. Volgende pitch. Is een wijdbal. 1-1. We zitten in bottom 7. Dit is 5-3 voor het Nederlands team. En eerste slagvrouw Brenda Beers en die staat op een batter's count. Goed. Tenminste, dat kan ook 2-1 zijn, sorry. En nou gaat hij weg en die moet gevangen worden. En daar staat Lisa Hop en die vangt hem ook. En dat is de eerste 0 van 7. Eerste 0. En dan ga ik daar naartoe en dan moet ik naar het linksveld. En dan hebben we nu aan slag met pak nummer 45, Gerard Krom. Die nu op positie 4 speelt. Goed, even kijken. One away, we zitten in bottom 7. En het Nederlands damesteam leidt met 5-3. YouTube. Daar komt hij. Pang. Oh, big swing. En dat is 1-1. Dat is geweldig, hè? Dat zien we wel vaker gebeuren. Dan komt er zo'n mannetje van een jaar of 7 komt voorbij. Die is probeert die dan. Nou, misschien 6. En dan die vraag: hoe zenden jullie uit?
Ja, slag. En Kobus zegt dan via YouTube en dan zegt hij, oh ja. En dan draait hij zich om en dan loopt hij weg. Weet hij geweldig. Weet hij genoeg? Weet hij genoeg? Ja. Kobus, YouTube, dat is zo, nou ja, laat maar. Goed zo, volgende pitch daar. 1 om 2 en dat is fout en die komt hier langs onze camera's gelukkig over de grond. Dat we ook één keer mogen meemaken. Ja, dat willen we niet weer. Geen jinxerij, Hans. Nee, toen waren we de complete achterkant van de camera kwijt. Ja, precies. Dus niet doen. Goed. Gerard staat er klaar voor. Zit op 2 slag en 1 wijd. En nu zit hij op een 22 count. 1-0. Zo, een strikeout daar. Hoppa! En dat is de 2-0. Nou, die laten we, ik hoop dat Tom een beetje uit beeld blijft. Ja, dat gaat aardig. Speciaal voor zijn maten in de duck-out zal ik hem ook nog even achteruit draaien. Goed, de volgende slagman is Tom Poelman. Die begint met de slag. Dat doet het altijd wel aan de bar, dit soort beelden. En een wijdbal 1 om 1, de count. Two down. Nederlands team heeft 1-0. Two down. Ja, 2-0. En dit is een slag, 1 om 2. Slagfout natuurlijk. Rebecca kijkt nog even naar het scorebord om te kijken wat de count is, denk ik. Alhoewel, die zal ze toch wel weten, zou ik zeggen. Daar komt die pitch. En ja hoor, strikeout voor Tom Poelman. En dat laat je waarschijnlijk nog even zien. Ja, die laat ik nog even zien. Die spoel ik ook nog en even. En de wedstrijd is beslist dus. Einde ook 5-3 voorsprong voor het Nederlandse team. Hoppakee. En missen en hebben voor de catcher. En is de wedstrijd ten einde. En gaan wij die zaken naar deze replay ook nog even vanuit een andere hoek. Gaan wij deze wedstrijd... Nou, nu heb ik hem wel genoeg geplaagd. Deze wedstrijd beëindigen. Wij zijn aanstaande zaterdag zijn we voor 2 wedstrijden bij Olympia tegen TTT. De Textown Tigers. En dan zijn we zondag bij Sparks, als Sparks het tegen Olympia opneemt daar op hun veld. Goed, het was me weer zeer aangenaam, Hans. Zeker, mij ook. En, wij gaan opruimen en we gaan inpakken en dan gaan we hier naar ons hotel. Ja, dan gaan we kijken of dat die nog portier nog wat in die... Dat had je nou niet moeten zeggen. Die nachtpartier nog wat achter de bar heeft staan. En dan gaat het helemaal goed komen. Mensen, die minibar is dan wel. Ja. Mensen, bedankt voor het kijken. En, tot zaterdag.